Helemaal welkom bij Vlogmas dag 3. Het is 9 uur, het is maandag en ik ga me zo meteen klaarmaken, want ik heb deze namiddag stage. Ik heb op dit moment stage bij Medialaan en ik heb deze week de avonddienst. Dus dat wil zeggen dat ik van 2 uur 30 tot 10 uur 30 moet werken. Of ja, niet werken, het is onbetaald, maar je snapt wat ik moet doen. Daarmee dat ik in de voormiddag wel nog thuis ben. Ik ben al wakker van 7 uur en het is nu 9 uur. Mijn vlog is aan het opslaan, dus die kan ik straks op YouTube zetten. Dus ik heb wel een productieve ochtend gehad. Nu ga ik zoiets mee douchen en iets eten en zo. En ik hoop dat ik nog naar de winkel kan. Ik ga ontbijten met een yoghurtje van Alpro. En dit is met appel en geen idee hoe dat de andere heet. Dus dit is mijn ontbijt. Het is heel weinig, maar ik ga straks nog een schuitje of zo eten. Maar voorlopig is dit het enige waar ik echt zo zin in heb. Het is 11:15. Ik ben helemaal aangekleed, gedoucht. Ik moet juist nog mijn haar fixen en kammen en zo en make-up aandoen. Maar dat ga ik straks doen. Ik ben eigenlijk nu in mijn agenda aan het plannen wat ik eigenlijk allemaal moet doen vandaag, maar ook de komende dagen. Ik heb ook een paar uitnodigingen vandaag gekregen voor events. Dus die moet ik ook nog in mijn agenda schrijven, zodat ik dat niet vergeet. Dus dat ga ik nu een beetje doen. En dit is mijn outfit. Dit is een handdoek trouwens. Ik heb een topje aan en dan daarover dit bomberjasje. Een jeansbroek van Primark en zo een riem van Look. Dus dit is mijn outfit en ik moet eigenlijk echt nieuwe jeansbroeken hebben, want ik zit in een kledingcrisis. Ik zit in een jeansbroekencrisis. Ik heb op dit moment deze broek alleen maar. En deze broek, maar die is nog aan het drogen. Deze broek kwam rechtstreeks van het wasmachine, dus die moet nog drogen. En dat zijn eigenlijk de enige jeansbroeken die ik op dit moment heb. Ik heb nog twee andere broeken, maar om de een of andere reden vind ik die nergens. Volgens mij liggen die broeken bij mijn zus op kot, dus dat wil zeggen dat ik die echt een half jaar of zo niet ga terugzien. Dus ik hoop een van de dagen dat ik nog een jeansbroek kan gaan kopen. Laat trouwens weten in de comments waar jullie goede jeansbroeken kopen, want op dit moment heb ik alleen eentje van de Primark en eentje van de Vero Moda. Soepje drinken en ondertussen kerstfilm kijken. En ik ga straks nog een video bewerken. En misschien nog een video filmen, want ik heb hier iets van Urban Decay. En ik wil daar heel graag een eerste indruk video van filmen. Oh, ik moet mijn pilletjes nog nemen. Ik moet pilletjes nemen voor B12 en ijzer, want ik heb weer een tekort. Dus dit eventjes hier zetten, zodat ik het niet vergeet. Ik ga nu naar de winkel. Ik ga toch achter een broek zoeken. Dus ik hoop in de H&M dat ik daar eentje vind. En ik hoop misschien ook nog iets anders van een blouse of zo te kunnen kopen. Voor de rest heb ik besloten om dit pakketje van Urban Decay toch niet te filmen. Ik ga dat morgen doen of wel overmorgen nog. Ik heb vandaag zo niet echt zin om oogschaduw te dragen. En ja, dus is het beter dat ik dat op een andere dag doe. Ik ben hier terug aan het zetten, maar hulp. Voilà, dus ik ga nu vertrekken naar de winkel. Ik ga ondertussen ook naar de supermarkt gaan. En ik ga nog geen make-up doen, want mijn haar en zo is nog nat. En ik wil dat dan straks deftig doen als ik terug op mijn kot ben. En ik weet niet, ik heb nu even geen zin in make-up. En ik ga ook mijn nieuwe botjes aandoen. Ik heb deze laten zien in een video die er aankomt. Of hij staat al online? Nee, ik denk dat hij nog online moet komen, maar ja. Ik heb nieuwe botjes besteld. Die zijn super mooi, dus ik ga deze aandoen. En dan moet ik nog zo'n tasje even zien. Zo'n boodschappentas. Ja, die is wat groot. Heb ik geen kleinere? Misschien deze of zo. Oh, mijn kast is veel te vol, maar goed. Ik heb mijn tas. En dan kan ik vertrekken. Klaar om naar de winkel te gaan. En ik vrees dat het buiten heel koud is, dus ik heb mijn sjaal eventjes aangedaan.
machines programmeer en ook twee bullen. Dus gaan dat allemaal passen en hopelijk past er iets. Dit is een zwarte broek, maar die is veel te hoog, vind ik. Deze broeken die passen niet. En dat zijn ze. Dus ja, geen enkele broek is goed. En dit is de grijze bul. Ik vind die echt super mooi. Die er een rol krijg. Dit is de volgende trui. Ik vind het wel leuk met die kraaltjes, maar ik vind dat hem een beetje prikt. Dus hierover twijfel ik nog. Ik ben 2 maten kleiner gegaan en dat past wel beter. Dus ik denk dat ik deze wel ga kopen. En over het bul twijfel ik nog. Voilà, ik ben terug op mijn kot en ik heb een broek gekocht. Een zwarte en een bul. Dus voilà, het broekenprobleem is voorlopig eventjes opgelost. Nu heb ik nog 3 kwartier om te eten en om mijn make-up te doen, mijn haar te doen. En dan moet ik weer trekken bij mijn stage, dus ik moet een beetje opschieten. Het ziet er niet zo lekker uit, maar dat is het wel. Het is macaroni van mijn mama. En ondertussen een vlog mee kijken. Mijn make-up zit erop. En ik heb terug mijn jas en mijn sjaal gedaan, aangezien ik ga vertrekken naar Vilvoorde. En ik zit 10 minuutjes op de trein en dan nog 10 minuten op de bus. Dus het valt wel mee, maar ik heb nog nooit de avondeens gehad, dus ik ben wel een beetje zenuwachtig. Want ik weet niet wat ik allemaal ga moeten doen en zo, dus ik ben wel eens benieuwd hoe dat het eraan toe gaat. Ik ga nu vertrekken zodat ik daar op tijd toe kom en dan zie ik jullie deze avond om 12 uur denk ik. Ik heb gedaan om 10:30 uur, maar voor ik op kot ben 11:30 uur, 12 uur. Dus ik hoop dat de voormiddag een beetje leuk was om te filmen. Want echt veel filmen ga ik niet kunnen doen op stage. Want dat is niet zo professioneel uiteraard. Maar goed, ik zie jullie deze avond dus. Mijn dag zit erop. Het is nu iets na 10 uur. En nu ga ik de bushalte zoeken en terug naar mijn kot. Ik ben terug op mijn kot en mijn haar is super pluizig, want het regende. Maar goed, het is nu 23 uur zoveel. 23 uur 20, dus ik ga pyjama aandoen, make-up eraf halen en slapen. Dus dat is een beetje een standaard stage dag bij mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet zeker niet te abonneren, want ik vlog nog tot ofwel 25 december ofwel het einde van het jaar. Ik zie je wel. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren, te liken en dan zie ik jullie morgen weer. Tada!